en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Dit is de tweede video in een rij van 4, want ik had jullie beloofd dat er dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gewoon video's online zouden komen. Omdat het de afgelopen week op vrijdag een beetje stil was gebleven. En vandaag heb ik voor jullie de unboxing van de nieuwe Beautybox. De Beautybox van maart was dit keer een beetje laat. Hij is vandaag binnengekomen. Echt letterlijk, ik heb deze video gelijk opgenomen toen ik hem binnenkreeg. Of tenminste, dat ben ik nu aan het doen. En het is vandaag 6 april. Dus ja, normaal gesproken, dit is pas de tweede box die ik heb ontvangen. Maar normaal gesproken hoort het dus wel gewoon in maart binnen te komen. Maar hij was deze maand te laat. Ik weet zelf nog niet wat erin zit, maar ik ga het samen met jullie unboxen. Dus ik ben heel benieuwd. Als ik hem openmaak is het eerste wat ik zie het menu wat er deze week in zit. En daarna een kortingsbon voor Smile Addict. Ik denk dat hier ook een product van in zit. Want meestal geven ze een kortingsbon voor iets wat ook in de box zit. Dan is het eerste wat ik zie een hele grote roze tube. En Anatomicals. Geen idee, zoiets. You need a blooming shower. Your nose smells rose. Body cleanser. Oh, zo. Heavy? Oh, serieus. Dit is echt niet mijn ding. Het is echt roze. Het is alsof je gewoon je neus in 100 rozen duwt. Nee, niet mijn ding. Maar wel een hele grote tube. Of ding, verpakking. Mega. Ik ga eens even in het boekje kijken. You need a blooming shower. Shower gel. Roze geur ouderwets, dacht het niet. Deze douchegel van het hip Engelse merk Anatomicals, zoiets, ruikt subtiel naar roze. Niet subtiel. Hou dat subtiel echt maar weg, want het is niet subtiel. En laat je lichaam niet alleen schoon achter, maar ook met een heerlijke subtiele roze geur. Niet dus. Oké, wel leuk. Het is echt wel een grote verpakking. Dat vind ik echt wel leuk. Dan, het volgende dat ik hier heb is een IDC Institute From Nature Aloe Vera Hand en Body Crème. Even kijken. Breng deze heerlijke hydraterende lichaamsverzorging van IDC Institute aan nadat je uit de douche komt. De textuur is licht en trekt daarom snel in. Samen met de subtiele geur kan je je dag goed beginnen. Klinkt lekker. Ik hou van aloe vera. Daar hou ik echt heel erg van. Ik heb een gevoelige huid, dus ik reageer op heel veel bloemen heel verkeerd. En ook op planten en zo. Als ergens kamille in zit, dan moet ik het echt heel hard ontwijken. Maar aloe vera gaat altijd juist heel goed. Het volgende product. Even kijken. Ik heb hier nog een klein tubetje. Het is wel jammer, want hier op het menu staat dus een grote verpakking afgebeeld. En vervolgens krijg je er dus dan zo'n klein tubetje bij. Dermalogica Dynamic Skin Recovery. Deze moisturizer zorgt voor een intensieve hydratatie en wapent de huid tegen in- en externe invloeden die een rol spelen bij huidveroudering. Het product bevat een breed spectrum zonnebescherming SPF 50 voor optimale bescherming tegen huidveroudering en UV-stralen. Een gepatenteerde peptide, soja en glucosamine stimuleren de aanmaak van collageen en verbeteren de weerstand van de huid. Oké. Ze zeggen altijd dat je niet vroeg kan beginnen met anti-rimpelcrème. Maar ik denk altijd, nou, ik ben 23, ja. Je moet het ook echt serieus 30 minuten... Oh nee, je moet 30 minuten wachten voordat je in de zon gaat zitten. Nou ja, het is een klein tubetje en dat vind ik altijd jammer. Want ik denk, ja, ik kan dit dus 2 keer gebruiken. En dan is die op. En hoe goed kan ik na 2 keer al zeggen of het me bevalt, ja of nee. Maar ach, het is wel leuk. Het is weer iets nieuws. Dan het volgende product. En dat zit er 3 keer in. Dat is deze, Smile Lab. Waar ook de kortingscode van bij zat, denk ik. Ja, en dat zijn whitening strips voor je tanden. Makkelijk in gebruik en bovendien helemaal veilig. De gehele behandeling van Smile Lab bestaat uit 14 strips en geeft je het optimale resultaat. Hallo Kitty. Maar zelfs na 3 keer gebruiken zie je het verschil. Gebruik 1 strip per dag 3 dagen achter elkaar voor het beste resultaat. Dit vind ik wel echt heel leuk. Daar ben ik echt heel benieuwd naar, serieus. Kijk hoor, ik zal er even eentje openmaken. Zo ziet het eruit. Hier zit de strip in. Wat staat erop? Je moet hem 30 minuten erop laten. Wow, dat is echt wel heel lang. Daarna moet je gelijk je tanden poetsen en alle gel verwijderen. Ik ben ontzettend benieuwd en ik ga zeker voor- en na-foto's maken. Dus die zie je terug op sophiestraalt.nl. Dan kom ik bij het laatste product en dat is van Beauty UK Lip Lust. En deze fijne lipgloss heeft een vol pigment en is voorzien van een zachte geur. Met dank aan een slanke applicator is de gloss snel en eenvoudig aan te brengen. Een kleine touch-up is met deze gloss zo gedaan. Oh kijk, er zit echt een sponsje ook en zo. Ik ruik nu eventjes zo snel niks. Ik vind het wel een pittig kleurtje. Ik zou dit kleurtje uit mezelf geloof ik niet zo snel dragen. Maar ik ga hem wel een keer proberen. Ik ben benieuwd. Het is wel weer een goede box. Hij was echt gevuld met verschillende dingen. Voor tanden, voor lippen, voor onder de douche, voor je gezicht. Vind ik echt heel leuk. Dus over het algemeen is mijn tweede ervaring met de Beautybox zeker positief. Ik vind dat er leuke dingen in zitten. Mijn favoriet zijn de Smile Lab strips. Ik ben daar gewoon echt benieuwd naar hoe dat werkt. En ik heb dat nog nooit eerder gedaan, dus dat is best wel spannend. En ja, oké, ik vind de douchegel niet zo lekker ruiken. Maar dat is iets persoonlijks, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel heel blij worden van de roze geur. En ik vind gewoon, ja, het verschil tussen make-up, dingen voor je huid, dingen onder de douche, voor je tanden. Ik vind dat wel leuk dat er een beetje, ja, hoe zou ik zeggen, variety wil ik zeggen. Maar ik kan eventjes het Nederlandse woord niet vinden. Nou, ik ben gewoon enthousiast over de box en ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Morgen de Action Shop vlog en ik hoop dat je weer kijkt. Bedankt voor het kijken en tot morgen! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is ondertussen al bijna 3 weken geleden dat er een normale video of een extra video online